Hallo, wij zijn van het kinderpersbureau Balans. Wij gaan vandaag een kijkje nemen bij balans leren. Wij willen graag weten wat er zo belangrijk is aan balans leren. En nu schakelen we over naar de reporter Ishi. Ja, bedankt Liana. Ik loop nu naar balans leren. Balans leren ligt in de wijk Veenendaal Oost. Zullen we een kijkje gaan nemen? Hey, wie is er vandaag jarig? Pop. Wie is de jarig, Pop? Hey, en hoeveel jaar is Pop geworden? Vijf. Vijf. Zullen we eerst gaan tellen? Ja. Gaan we met je vingers tellen? Drie, vier, vijf. Heel goed, Pop is vijf jaar geworden. Ja, hoeveel jaar ben jij? Als jij dan 30 bent, hoeveel jaar moet je dan? 8. Zullen we eerst gaan tellen? Hallo, ik zit hier aan tafel met de locatieleider van balansleren. Ik ga haar een paar vragen stellen. Mevrouw, wat maakt balansleren nou zo bijzonder? Het bijzondere aan balansleren is dat opvang en onderwijs zich de hele dag afwisselen. En dat betekent dat als jij bij ons op school zit, dat je om 8:30 begint en om 5:00 klaar bent. Je begint op het leerplein en dat is de basisschool zoals jij hem kent. Dus daar ga je rekenen en taal en spelling en aardrijkskunde krijg je daar van de meester of juf. En daarna ga je naar de douchestraat en daar ga je dingen doen als kleikralen maken of appeltaarten bakken en andere dingen. En die doe je dan met een andere juf, de pedagogisch medewerkster. En als je dat gedaan hebt, dan heb je dus een beetje ontspannen, dan ga je weer naar het leerplein. En daar ga je weer verder met aardrijkskunde of geschiedenis. En als je dat weer hebt gedaan, dan ga je weer voor een tijdje naar de douchestraat, waar je weer andere dingen kunt gaan doen. Bijvoorbeeld ook wel eens een computerspelletje of lekker een boekje lezen. Dus de hele dag ga je van leren naar ontspannen, van leren naar ontspannen. Zodat je gewoon, als je thuis komt, denk je, oh, lekker, ik heb een lekkere dag gehad. Hartelijk dank voor de uitleg. Geen dank. Tot ziens. Tot ziens. Kopen. Dat is van onze topondernemers. Dat is wereldoriëntatie en dit onderdeel is het biologie. We willen een goudvis kopen. Ja, dat kan. En welk had je gezien? Alsjeblieft. Dank u wel. En wij hebben planten en stenen en een net en voeren. Wat leuk, laat maar zien. Kan jij iets van speelgoed voor vroeger maken? Ja, kleine knikkers. Oh, wat leuk zeg. Wij gaan samen een bootje maken. We zijn er door deze stad aan het maken. We zijn er nu een platte grond. Dit was een bezoekje aan balansleren Veenendaal in Veenendaal Oost. Nou, bedankt Ishi. Nu weten wij meer over balansleren.